Hoi, welkom bij de afdeling logistiek. Ik ben Frans Potjes, eerste medewerker logistiek, 33 jaar werkzaam bij CWZ. Ik ben Maarten Neefs, ondertussen een jaar of 16 werkzaam bij CWZ, waaronder 4 jaar nu als eerste medewerker. Een veelzijdige afdeling met een diversiteit aan heel veel taken. Enthousiast team van medewerkers die wij graag willen meenemen en jullie een deel willen laten zien van onze werkzaamheden. Nou, hier op de afdeling kijken wij dus of minimaal de helft van de voorraad van een product leeg is. En dan scannen wij deze als dit zo is. In de middag wordt het geleverd door onze leverancier en dan vullen wij dit weer bij in de middag, zodat de afdeling weer voldoende voorraad heeft. Mijn naam is Emmero. Ik beheer het goederenontvangst. Alle zendingen met binnenkomen met een chauffeur, controleer ik het. En dan aan de hand van een pakbon, dan verwerk ik in het systeem. En in het systeem kan ik zien wie de aanvrager is. En na de middag wordt het weggebracht door een collega. Textiel service is ook een onderdeel van onze logistiek. Met name het uitgifte van dienstkleding. Wij willen heel graag, dat is ook ons streven, dat iedereen de ochtend en de dag kan starten in keurige, mooie kleding. Dit is het kantoor van de bevoorrading. Hier zorgen we eigenlijk dat de administratieve afhandeling van de goederenstromen allemaal in goede banen wordt geleid. We zijn hier nu op de beddencentrale, onderdeel van de logistieke dienstverlening. De beddencentrale is verantwoordelijk voor het wisselen van de bedden. De patiënt wil natuurlijk schoon bed. Hier worden ze schoongemaakt via de machine en daarna weer opgemaakt, zodat ze beschikbaar zijn voor een opname voor een nieuwe patiënt. We zijn nu in de VSP-ruimte. VSP staat verpleegkundig servicepunt. Dit is eigenlijk een soort van opslag waar verpleegafdelingen rolstoelen en dergelijke kunnen lenen. Dit omdat de oppervlakte op een verpleegafdeling best wel duur is. Vandaar dat we deze centraal uitleenbaar stellen. Werken bij CWZ is leuk. Fijne werkgever. Het werk biedt veel mogelijkheden, uitdagingen. Heel diversiteit aan taken, wat het ook enorm leuk maakt. Fantastisch leuk team. Ook een hele diversiteit aan mensen binnen de teams maakt het juist ook gezellig en sfeervol en leuk. Leuk dat jullie met ons mee hebben gekeken. Bedankt. Dag. Tot ziens.